Deze nieuwsuitzending die gaat over Mark Rutte en Geert Wilders. Ik heb een clipje gevonden van 57 seconden. We luisteren even. Hele bevolkingsgroepen wegzetten. Op geen enkele manier bereid is te komen tot reële oplossingen voor de problemen van vandaag. Dit is Mark Rutte en die heeft het over Geert Wilders. Die hele bevolkingsgroepen wegzet als probleem. Ja. Zal wel. En alles zoekt in platte retoriek, dan moet ze... Hij zoekt alles in platte retoriek. Ja, dat lijkt me wel. Een partij die zegt ik wil regeren, niet verbaasd zijn. Als dan vervolgens de conclusie is, die partij wil helemaal niet regeren, die wil vooral worden afgewezen. Die heer Wilders is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden. En daarom ook zichzelf zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet. Nou zeg. Dus Geert Wilders is als een vrouw die niet bemind wil worden. Nou, ik wil Mark Rutte niet beminnen. Mark Rutte is een leugenaar. En dan kan je zeggen, ja, de overheid moet wel liegen, want de bevolking liegt ook de hele tijd. En daarom is Mark Rutte onze geldende en geldige wereldleider, regeringsleider. En dan kijken wat Geert Wilders daarmee doet. Hoe weet u dat van vrouwen? Hoe weet je dat van vrouwen? Zegt een vrouw. Oh, ik weet Heer het. Wilders. En als hij dat een persoonlijke aanval vindt, voorzitter, heeft hij volkomen gelijk. Ja. Nee. Lachen. Ze hebben het lage btw-percentage verhoogd van 6% naar 9%. Ze hebben de btw van 19% naar 21% gebracht. In het Europese parlement wordt al gesproken over een Europees hoog btw-percentage van 23%. Tijd voor onderwijs, bejaardenzorg, het is er allemaal niet meer. Nee, we barsten met allemaal mensen van buiten. En er wordt van ons verwacht dat we Koerdisch en Arabisch en Berbers en een beetje Turks, daar moet je wel spreken hoor. De heer Wilders. Zeker voorzitter, alleen ja, wie zegt het? Heel Nederland weet nog niet eens. Hij zit ook gewoon te lachen. Hoe heet die man ook alweer? Of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah. Oh, gaan ze geintjes maken. Dat Mark Rutte heeft nog nooit een vrouw gehad. En die Mark Rutte maar lachen, jongen. Van onze BTW. Oh, 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 oh. Ook waar, ja. Dat ze dat niet weten. Oké, dus Mark Rutte heeft nog nooit een vrouw gehad. Nou, vandaar dat hij dan zo kan lachen. Dit was een grapje, ik wil geen vrouwen beledigen natuurlijk. Ik heb iedereen al tegen me in. Nou, dat was wel een mooie over Mark Rutte, vind je niet? Dat rare gedoe, dat noemt zich onze overheid. Een beetje grapjes lopen maken tegen Geert Wilders, die inderdaad Marokkanen wegzet als idioten. Meer of minder Marokkanen. Ik zeg dat Mark Rutte en Geert Wilders, dat zijn katholieken. Dat zijn communisten. Dat zijn mensen die Karl Marx een verstandige man vinden. En die 62 miljoen doden van Jozef Stalin? Ach, we lachen wat. En we hebben toch zo dadelijk een mooi pensioen. Ja, van mij mogen jullie het met Mark Rutte doen. Als je die man in leven laat. En hem grapjes gaat lopen laten maken. Tegen Geert Wilders. Dan weet je in elk geval dat in het Tweede Kamergebouw. Daar wordt gelachen. En waar niet, ik weet waar er niet gelachen wordt.
Dus lieverds op zijn hamburgs, zag ik tjuhus. Een dag, schattenbouten.